Mijn status als persoon verbloemt de realiteit. Mijn personage ging omhoog terwijl ik zelf naar beneden kijk. Dus de afgelopen maanden vermeed ik spiegels. Ik distancieerde mezelf van het leven dat me lief is. Het was moeilijk om te leven met mijn evenbeeld. Altijd spraakzaam in persoon, maar in gedachten was het even stil. Want mensen vinden in jou een oplossing voor hun problemen. Maar wat nou, als er in jou zelf diep geworteld een probleem zit? Wat dan? Praten achter de rug om, dat is fluisteren naast een open deur. Het gevoel van verraad is wat er van komt, en drank werd mij gekozen vlucht. Dit is poging 339, het is weer tijd voor optimisme. Ik leef nog steeds in twijfel, maar ik kijk wat ik kan vinden. Yo, ik keer mezelf naar binnen om te schijnen naar buiten. Ik heb de snelheid wat geminderd, moet ik lopen of kruipen? Ze kunnen wijzen met de vinger, yo, geloof en ik huiver. Karma zal je vinden, ik kom groter naar buiten naar luisteren. Ik word gevoed met tegenslagen en ongeloof. Mijn realiteit is de reden dat ik deze woorden koos. En iedere zin die wordt geleid door een diepere betekenis. Iedere zin die ik schrijf, die wordt geleid door een diepere betekenis. Ik leid je de weg. Een geboren leider die onbewust kiest voor de tweede plaats. Een leidraad in mijn leven is er niet. En het lijkt alsof de hele wereld over lijken gaat. Dit is mijn leidersweg, mijn emotie. Zelf brak ik in stukken terwijl ik me voor de wereld groot hield. Dus ik vraag mezelf af, voor wie leef ik? Voor wie leef ik? Voor wie leef jij? Vraag dat jezelf eens af. Vragen gevuld met onzekerheid vormen een holle huls van de realiteit. Mijn lusten als persoon zijn de demonen in mijn leven. Wie haalt de ketens van mijn benen? De sleutel ligt voor me, zo ver weg, maar ook oh zo dichtbij. Altijd in een tweestrijd en daar ligt het probleem. De oplossing is altijd zo ver weg, maar ook zo dichtbij. In mijn gedachten ben ik altijd, maar dan ook altijd in een tweestrijd. Het hier normaal staat is rustig, maar ik heb nog zoveel om te geven. Geen zorgen, geen problemen, maar ik heb nog zoveel om te geven. Het hier normaal staat is rustig. Geen zorgen, geen problemen, maar ik heb nog zoveel om te geven. Dus ik denk erover na en ik heb mijn hoofd en ik kijk naar de sterren. Ik zou me nu nog klein en dit zeg ik vanuit het binnenste van mijn hart, vanuit mijn kern. En zelf medelijden heb ik niet. Dus zo vormen de klanken van de piano de tranen van mijn ziel. Nou, zelf medelijden heb ik niet. Dus zo vormen de klanken van de piano de tranen van mijn ziel. Hey, zelf medelijden heb ik niet. Dus zo vormen de klanken van de piano de tranen van mijn ziel. Zelf medelijden heb ik niet, nee. Dus zo vormen de klanken van de piano de tranen van mijn ziel. Zelf medelijden heb ik niet. Dus zo vormen de klanken van de piano tranen van mijn ziel.